Dit is een heel aparte struik. Dit is de Exegorda, de parelstruik. Nou, de Exegorda, dat kan een grote struik worden en dat duurt een beetje langer voordat hij gaat bloeien. Daarom heb je nieuwe rassen gekregen. Dit is de Niagara en als je kijkt, die zit al vol met knoppen. Zo klein als die is, bloeit hij al. Zelfs deze hele kleintjes, die staan in kleine potten, er zitten al knoppen in. Deze gaat ook al bloeien. Dat geldt ook voor een andere gekke struik. Dat is deze, dat is de Sorbaria. Dat is eigenlijk over het algemeen is dat een vrij wilde struik voor schaduwtuinen. Nou, in de schaduw gaat die ook bloeien, maar deze blijft wat kleiner. Dit is de Sam. Juist die kleinere struiken die uitgetest zijn, die zorgen ervoor dat je er al heel veel plezier hebt zo groot als ze zijn. En dat is het belangrijkste.